Goedemorgen allemaal. Het is 6 uur in de morgen en ik zit in de auto. Ik zal niet de enige zijn, er zullen er meerdere zijn die zo vroeg de auto in moeten. En dit is zo'n moment wat ik altijd een beetje lastig vind, want dit is het moment waarop het weer donker is als je gaat vertrekken. En dat is toch altijd anders, tenminste vind ik. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar als het 's ochtends donker is en je moet in het donker vertrekken, is dat toch altijd anders. Maar het is weer gelukt. Amper 6 uur geleden stapte ik uit deze auto. Toen zat ik in Maren bij Doorn. Ik had op zich daar best kunnen blijven slapen, want ik ga nou naar Utrecht. Maar ja, goed, dat doe je natuurlijk weer niet. Ik was daar voor een klusje, voor een kerkenschoolviering in Maren Maarsberg. En ik heb dat vaker gedaan, niet alleen in Waalwijk, maar ook bijvoorbeeld in Genderen. Toen daar geen predikant was en nou in Maren Maarsbergen weer, er is geen predikant. Er moet een predikant bij een kerkenschoolviering zijn. En dan zeg ik, nou dan ga ik niet horen van ja, wat ik kan doen. En hoor, dus ik zie het wel, maar dan wil ik er ook echt bij zijn. Bij de voorbereiding, dat hebben we gedaan. En dat was een bijzonder leuk gesprek. Leuke gemotiveerde ouders, gemotiveerde leerkracht. Een meester, dat zie je ook niet vaak. Ik vond het zo mooi met het thema. Dan zie je weer hoe knullig methoden soms in elkaar zitten. Je hebt voor dagopeningen heb je verschillende methodes. Je hebt kind op maandag, zoals kind op zondag, maar dan voor de door de week. En je hebt trefwoord. Nou, trefwoord hadden ze bij mij na heel veel jaren kind op maandag eigenlijk ook meteen afgeschoten onder het motto van er zitten zoveel spiegelverhalen in. Als kinderen niet meer weten waar het een spiegel van is, namelijk van bijbelverhalen, als ze die bijbelverhalen niet meer kennen, even die spiegelverhalen, ja, dat zijn alleen maar luchtige verhaaltjes die een beetje in de lucht blijven hangen. Nou, dus dat maakten we nou ook weer mee. Heel verhaal over een stel eenden in een vijver en er kwam een nieuwe eend bij een rode. Ik heb nog nooit een rode eend gezien, maar goed. Er kwam een rode eend bij en hoe ga je met die rode eend om welke regels moet je dan hebben? Dat was een linkje dan met de 10 geboden en zo, weet je wel. Maar dat vond ik nog niet het allerergste. Het allerergste vond ik de link die ze maakte met een bijbelverhaal. Het ging dus over hoe ga je als nieuweling je houden binnen een nieuwe groep. Of hoe ga je om met nieuwe mensen die in jouw gebied komen. Nou, op zich een heel mooi thema. Over burgerschap, sociale veiligheid in de klas. Allemaal hartstikke mooi. Maar daar had ze het verhaal van Jozua bij bedacht. Nou, als er iets discutabel is over hoe ga je om als nieuwkomer met de mensen die in dat land woonden, dan is het natuurlijk wel Jozua. Want er is dan het verhaal van Jozua en dan vervolgens de verkenners die erop uit worden gestuurd. Die komen dan bij Rahab uit en die worden zogenaamd gastvrij door Rahab ontvangen. Ja, nee, halleluja. Natuurlijk is dat zo, maar daarna is wel de bedoeling dat Jericho valt en dat alle inwoners worden uitgemoord. Het leek me nou niet echt een verhaal om te vertellen over hoe leef je samen, want je leeft helemaal niet samen. Het is geen multiculturele samenleving, je moet een monoculturele samenleving voor. Zo was dat in die tijd. Daar kun je alle verhalen kunnen. Maar het levert dus enorm veel discussie op. Nou, welke uitkomst heb ik gevonden? We gaan het over Jozef. Houden. Niet over Jozef van Maria, maar Jozef de zoon van Jacob. Hij komt in zijn eentje ongewild in een totaal nieuwe cultuur terecht, namelijk de Egyptische. Hij is door zijn broers in de put gegooid en daar verkocht. Dat zegt ook iets over, hè, hoe leef je met elkaar samen. En die Jozef, die leert eigenlijk iets. Die leert dat zijn gaven die hij heeft, dat dat niet om hem draait, hè, met zijn mooie jas en zijn mooie dromen, maar dat hij die gaven heeft om uit te delen. En zo werkt het met volk Israël ook. Als het volk Israël een uitverkoren volk is, dan betekent dat ze een volk zijn voor de wereld. Als je gezegend bent, dan betekent dat je iets hebt gekregen om uit te delen. Nou, dat laat Jozef zien. Die wordt uiteindelijk, als hij dat begrijpt, wordt hij onderkoning en met zijn gaven zorgt hij ervoor dat en voor de 7 magere jaren voldoende eten is. Nou ja, en daarom is hij de held enzovoorts. Nou, dat vind ik een veel betere manier om met zo'n thema om te gaan. En ik word dan maar weer bevestigd hoe knullig zo'n methode als trefwoord is. Ik ben eigenlijk best wel wakker, hè? Of misschien wel nog wakker. Want zoiets gaat natuurlijk door je hoofd heen als je bij zo'n bijeenkomst bent geweest. Dat was leuk. Nu naar mijn kerk in Utrecht. Daar ook even spreken met Zaken Stoppels over Tilburg.
Dus ja, zo doe je als part-time freelance dominee, doe je van alles door elkaar. Hartstikke leuk, maar denk dan maar niet dat die freelance dominee tijd heeft om uit te slapen. Want dat is niet zo, althans niet vandaag. Even tanken en dan de weg op en dan gaan we weer zien wat het wordt. Ik probeer altijd voor de file uit te zijn, want dat vind ik altijd sukkel zonder tijd. En ik heb gelukkig de luxe om dat te mogen doen. Iedereen die wel in de file moet staan, heel veel succes. Fijne dag verder en tot later. Hoi!